Mensen, als ik dan jullie aandacht weer mag, dan gaan we door met agendapunt 17. Initiatiefvoorstel van alle fracties over de speeltoestellen. De indieners zijn de raadsleden Jansen en Giebels. Mag ik als eerste het woord geven aan de heer Jansen? De heer Giebels vroeg of hij even daar wilde gaan zitten, dus ik ga even die microfoon gebruiken. Dan zitten we naast elkaar als indieners. Oké, mij goed. Toestemming. Een echt duo. Tijdelijk. Kan de heer Giebels wennen aan deze kant te zitten? Het is tijdelijk hoor. Goed, nou jullie verhuisd zijn, is het woord aan de heer Jans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, voor ons ligt het initiatiefvoorstel voor de speeltoestellen. In 2012 is het kadernota speelvoorzieningen opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoering was in volle gang of is in volle gang. In die uitvoering van het beleid is het gespreksonderwerp van de dag geworden op een gegeven moment. Het had een groot impact op de leefbaarheid. Wellicht iets groter dan wij ingeschat hadden. Daarom is het noodzakelijk om hier op korte termijn en voor de middellange termijn een oplossing te zoeken. Voor korte termijn is dat het stoppen en het verwijderen van de toestellen. En twee, het terugplaatsen van, van de verwijderde toestellen daar waar mogelijk. Voor de middellange termijn denken wij ook een oplossing. En dat is wellicht als een stichting op te richten of een mooi voorbeeld is een boekel. Of dat de oplossing is, weten we niet. Alleen daar willen we wel een opdracht geven om dat te onderzoeken. Misschien zijn er wel betere ideeën. Na alle commotie die ontstaan is, zijn wij als raad op 6 juni een aantal speellocaties gaan bezoeken. Om te horen en te luisteren naar de mensen die het aangaat. Daar hebben wij goede ideeën op gedaan, leuke verhalen gehoord, goed ontvangen met een kopje koffie en een koekje. Het was lekker weer, het was een gezellige dag en hierin hebben wij veel ideeën opgedaan. Daaruit hebben wij het initiatiefvoorstel geschreven. Echter bleek dit technisch niet mogelijk om te doen, dus moet het omgegoten worden in een motie. Daarvoor wil ik de Griffie nog even bedanken. Het initiatiefvoorstel wordt door alle partijen ingediend. Dat is een mooi voorbeeld wat samenwerken loont. En dat vond ik dan wel een mooi zinnetje om even te zeggen. Ik pak even de motie erbij. Als ik die mee heb genomen. Ja. De motie wordt ingediend door alle fracties. Gezien het initiatiefvoorstel speeltoestellen 11 juni 2015, dat is opgesteld door alle fracties. En het beoogt het verwijderen van de speeltoestellen, te stoppen en het terugplaatsen van de speeltoestellen mogelijk te maken. Overwegende dat het initiatiefvoorstel ingaat op maatregelen op korte termijn en daarnaast de wens leeft om het een beleid met betrekking tot de speeltoestellen aan te passen. Om het goed te kunnen doen, er eerst een evaluatie noodzakelijk is. Er een betere communicatie plaats dient te vinden en gezocht te worden naar een slim beheer en onderhoud. De oplossing voor de lange termijn kan zijn door het oprichten van een stichting. Er zijn goede voorbeelden van, bijvoorbeeld in de gemeente Boekel. Naar aanleiding van de ingewonnen en later toegezonden informatie door de raadsleden lijkt het ons noodzakelijk op korte termijn een aantal maatregelen te nemen. Roept het college op om op korte termijn, uiterlijk oktober 2015... Het plannen en uitvoeren van een evaluatie van de speeltoestellenbeleid waarin goed gekeken wordt naar de mogelijkheden van het herstellen van het budget en het structurele jaarlijkse onderhoud en vervanging. Deze evaluatie wordt aan de raad voorgelegd. Te onderzoeken of het mogelijk is om voor de middellange termijn een stichting of meerdere stichtingen op te richten conform Boekel. Dit voor het einde van 2015 te doen, zodat er aan de orde gesteld kan worden in november 2015... in de betreffende commissie en in de raad van december 2015. Daarbij worden de betrokken inwoners, wijk- en dorpsraden tijdig ingeschakeld met het doel een goede participatie van deze groepen. Onderwerpen daarbij zijn onderhoud, toezicht, keuring, kosten en aansprakelijkheid. Te stoppen met het verwijderen van de speeltoestellen conform beleid en op de plaatsen van de verwijderde speeltoestellen een aantal gerepareerde nieuwe of gerulde van andere locaties terug te plaatsen. Dit op korte termijn, dat wil zeggen voor 18 juli 2015.
Hier wil ik even kanttekening bij maken. Het staat er keihard, 18 juli 2015. Maar ik begrijp ook dat we de wethouder niet in een onmogelijke positie willen dringen. Dus misschien moeten we daar waar mogelijk bij zetten. Want 18 juli is kort dag. Maar dan beginnen de schoolvakanties, daarom die datum. Dit gebeurt in overleg met de buurtverenigingen, dan wel particulieren die belangstelling hebben getoond om mee te werken. Op korte termijn, dat wil zeggen voor 18 juli aanstaande, worden gedeeltelijk of geheel afgekeurde toestellen hersteld voor zover mogelijk. Dit gebeurt in overleg met de buurtverenigingen, dan wel particulieren die belangstelling hebben getoond om mee te werken. Op korte termijn, dat wil zeggen voor 18 juli aanstaande, dient het terrein van de Zandsenberg en Bakel te worden hersteld. Dit wil zeggen verwijderen van het gras en terugplaatsen van enkele speeltoestellen. Dit gebeurt in goed overleg met de dorpsraad van Bakel. Op korte termijn wordt met de bewonersgroep de Neerakker afgesproken wat op het tijdelijke speelterreintje gesitueerd aan de gemeentelijke bouwkavel mogelijk is. Hierbij is van belang dat enerzijds het tijdelijke bestaan van het speelterrein door beide zijden wordt erkend en anderzijds al het mogelijke door de buurt mag worden gedaan om de veiligheid van de speeltoestellen te bevorderen. Bekeken zal gaan worden of de speeltoestellen op een veilige manier gehandhaafd kan worden zonder dat de gemeente hierbij aansprakelijk gesteld kan worden. Het college opdracht te geven voor een mogelijkheid te onderzoeken voor een definitief speelterrein. Deze bij voorkeur bij de bestaande groenvoorzieningen die de wijken Neerakker en de Bloemenbuurt op deze wijken verbindt. Wellicht kunnen de speeltoestellen uit de Bloemenbuurt hier naartoe verplaatst worden. De oude speelterrein in de Bloemenbuurt wordt dan een informele speelplek. Laatste puntje. Op korte termijn wordt in overleg met de buurt Millekes 2 speeltoestellen en een zitbankje geplaatst op de betreffende locatie. Hij gaat over tot de orde van de dag. Ik denk dat ik de heer Giebels nog even het woord wil geven. Oké, okay, dus dan deze in de orde, de heer Giebels. Over de financiën. Ik moet wel zeggen, we hebben hier afgelopen dinsdag een aantal buurtbewoners gehad over de speeltoestellen. Henk, heeft de microfoon. Afgelopen dinsdag waren hier een aantal, ik geloof een viertal buurten bij elkaar om te spreken met de ambtenaren over de speeltoestellen. Datzelfde was al gebeurd een dag tevoren in Bakel en een dag later zou dat ook gebeuren, meen ik, in Milhezen. Daar ben ik niet bij geweest. Wat ik hier meemaakte was een prima zaak. Ik wil daarom ook de wethouder complimenteren, wethouder Economie en Sport, met het feit dat hij heel goed geluisterd heeft naar de inwoners en ook naar ons raadsleden om ook de communicatie beter te doen. Ik vond dat het heel goed ging. Het gaat erover hoeveel geld gaan we ter beschikking stellen. In ons voorstel hebben we iets van 20.000 euro gevoteerd. Ik denk dat we het daar zo meteen nog even over moeten hebben. De ambtenaren hebben berekend dat het iets van 40.000 zal kosten, wat wij willen. En toen heeft de wethouder er nog een paar wensen bijgevoegd, zodat we in totaal op 60.000 komen. En 20.000 daarvan zal uit het reguliere budget vallen. Dus dat betekent we zouden een aanvullend krediet van 40.000 euro ter beschikking moeten stellen. In het voorstel wat u voor zich hebt, voor u heeft, gaat het over 20.000 euro. Als het gewenst is, heb ik het aangepaste versie van het raadsbesluit, waarin we 44.000 euro vragen. En daar zitten dan alle wensen in. Ik hoor dat wel van de voorzitter of dat voorstel rondgedeeld moet worden en in de plaats kan komen van het eerdere financiële voorstel. Maar als dat niet nodig is, en ik hoop dat we eerst de wethouder Financiën nog even aan het woord krijgen, dan hoor ik dat ook graag. In ieder geval, we hebben ze klaar liggen, dat aangepaste raadsbesluit, nodig mocht zijn. Bij interruptie, voorzitter, mag ik vragen, heer Giebels, is dat dan weer een ander voorstel als wat het college heeft voorgesteld? Want wat wij gedaan hebben, dat is een goede vraag lijkt mij, wat wij gedaan hebben is ons even beperken tot datgene, en u was er ook bij, datgene wat wij als raadsleden op 6 juni hebben geconstateerd, toen we rondgingen bij al die speeltoestellen. Wat we hebben gehoord later nog van de inwoners, wat we aan e-mail en andere verzoeken hebben gekregen, daar hebben we een lijstje van gemaakt. In onze berekening zou dat 20.000 kosten. De ambtenaren hebben uitgerekend dat het meer dan 40.000 kost. Nou, als we het ene willen, dan geven, denk ik, de wethouder een bijna onmogelijke opdracht. En als we het andere willen, dan heeft de wethouder in ieder geval het geld wat hij nodig heeft. Dat is eigenlijk de vraag. Dus het betreft uitsluitend die dingen die wij samen geïnventariseerd hebben. Als we dan ook nog de zaken die BMW eraan toegevoegd hebben willen betalen, dan komt het totaal op 60.000 euro. Maar daar hebben we nog geen raadvoorstel van. Althans, ik heb het nog niet gezien. Dus dan zouden we kunnen volstaan met een aangepast raadvoorstel waarin we 44.000 voteren en de 20.000 uit het reguliere budget voor het vervangen van de speeltoestellen kunnen goedkeuren. Is dat een... Nou goed, het lijkt mij...
maar de eerste ronde te houden, dan komt ook de wethouder nog aan het woord, dan wordt het denk ik van eigen duidelijk. Ik wou graag het woord geven aan de heer Fales. Ja. Dankjewel, voorzitter. Ik was een van de laatste die zei van, ja natuurlijk doe ik van harte mee. En waarom was ik als laatste? Dat weet ik eigenlijk niet, misschien de omstandigheden. Maar ik wil je wel even onder aandacht brengen dat wij als opa Geemond Bakel al half mei al gereageerd hebben over het verwijderen van toestellen met de slogan: hoe kindvriendelijk is het college van Geemond Bakel? Het is toch van de zotte dat er zomaar iets weggehaald wordt zonder overleg met burgers. Of dat kan je haast niet voorstellen. En dat kost een hoop geld, maar nu kost het weer geld om het terug te plaatsen. En dan vraag ik mijn eigen af, heeft dat terugplaatsen, is de akkoord bevonden door de raad? Dat weet ik niet, dat hoor ik dadelijk graag. En ten derde, ik vind, speeltoestellen horen bij de gemeenschap en die moeten ten allen tijde goed verzorgd worden. En zoals wij in de voorlichting hebben gezien op de commissie-info, ging het over een rot paaltje en twee stangen die iets van elkaar afstonden. Het lijkt mij dat er jaren geen onderhoud gepleegd is aan die speeltoestellen. En dan komt men na 3-4 jaar, ze moeten verwijderd worden. Het is toentertijd inderdaad, dat klopt, unaniem door de raad aangenomen. Ik heb nagekeken. Maar ik vind het bijzonder jammer en eigenlijk te gek voor woorden wat hier gebeurd is. Dank u wel. Bedankt. Het antwoord is de heer Mastenbroek. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is een voorbeeld denk ik van beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald. Het is inderdaad, het beleidsplan toentertijd is unaniem aangenomen. Daar was de PvdA dus ook onderdeel van. Maar het voorrecht van een politicus is ook dat hij kan spreken over voortschrijdend inzicht. Nou, bij deze. En gelukkig heeft de hele raad denk ik dat voortschrijdend inzicht getoond. Ik heb even gekeken naar de reactie van BMW op het initiatiefvoorstel en ik ben blij met de reactie. Dat BMW zelfs nog wat adviezen geven. Zij wijzen er ons op dat de Pinksterlelie eigenlijk ook opgenomen zou moeten worden. Wij zou dat graag opvolgen, die tip. En het college heeft ook de service verleend eigenlijk om dekking te zoeken voor het voorstel. Het college heeft zelfs dekking gezocht voor €60.500, niet voor 44, dus wat ruimer. En ik zou daar graag gebruik van willen maken. Dat was het. Dan is aan de orde, denk ik, de vraag of de heer Janssen namens de fractie nog iets wil toevoegen of is er geen behoefte aan op dit moment? Op dit moment even niet, voorzitter. Oké, dan is aan de orde de realiste, de heer Van den Heuvel. Ja, dankjewel, voorzitter. Goed initiatief. Mooi dat we daar met alle fracties ingedoken zijn. Complimenten ook voor de initiatiefnemers in deze dat zij dat opgestart hebben. De heer Fales zegt al, ja, het is natuurlijk jammer dat het zover heeft moeten komen, maar... ik vind het wel heel kort door de bocht om te zeggen van ja, dat had niet mogen of kunnen gebeuren als we goed opgelet hadden. Ik heb begrepen van de portefeuillehouder dat er toch best wel veel informatie is verspreid naar bewoners om mensen te informeren. Maar ja, het is jammer dat daar weinig mee gedaan wordt. Misschien is dat ook een gebrek aan communicatie, maar misschien toch ook wel een stukje gebrek van mensen om... informatie tot zich te nemen. Dus het is wel een tweeledig verhaal in deze kwestie. Korte en lange termijn. We willen nu op een hele korte termijn willen we deze problemen oplossen. Ik vind dat prima. Ik ondersteun dat van harte. Het kost uiteraard wel geld. Geld moet er wel zijn. Het is misschien wel even nog zinvol om aan de portefeuillehouder te vragen van hoe het nou precies zit met het financiën. Want er is 20.000 euro, 44.000 euro genoemd, maar er is ook nog een voorziening. Wellicht dat in die voorziening ook nog iets in zit, waardoor het financieel toch een iets ander plaatje wordt dan nu het geval is.
Wat wij wel vinden, en dat moeten we wel even meenemen in dit verhaal, is door de heer Jans ook al aangekaart. Het moet wel allemaal reëel uitvoerbaar zijn. We zouden het wel jammer vinden als we er nu op korte termijn geld in stoppen en over 2 of 3 maanden tot het besluit moeten komen dat we een hele andere koers gaan varen en daardoor weer zaken moeten gaan opruimen of weer anders in gaan vullen. Dus ik wil toch wel even de vraag stellen aan de portefeuillehouder van hoe ziet u het initiatiefvoorstel in relatie tot de korte en vooral de middellange termijn. Hè? Voor de lange termijn hebben we in commissies al aangegeven wat we daarmee willen. Maar voor de middellange termijn moeten we zeker nu toch ook wel even een doorkijkje maken om zeker te zijn dat we niet geld over de balk gooien. Nou, vervolgens wil ik nog even aanstippen dat we in Bakel getuigen zijn geweest van een heel goed initiatief van de nieuwe dorpsraad, de stem van Bakel. Daar zijn ook een heleboel zaken ingebracht door burgers die blijk hebben gegeven van realiteitszin door aan te geven van ja jongens, laten we nou niet te snel handelen, maar laten we ook naar de toekomst kijken en misschien moeten we van een heleboel speelruimtes die nu verdeeld zijn over een gemeente of over een kern, misschien toch wel eens kijken of we dat niet anders in kunnen gaan vullen. Dus het overleg met de bewoners is daarin denk ik cruciaal. Dus laten we daar vooral voor, ook nu voor die korte termijn, wel de nodige aandacht aan geven. Ja, en dan zoals gezegd, ik hoor graag even van de portefeuillehouder hoe wij dit initiatiefvoorstel reëel kunnen invullen voordat we uiteindelijk de zaak helemaal afkaarten. Dus tot zover in deze termijn. Bedankt. Dan is de vraag of de heer Giebels nog iets toe te voegen heeft in deze ronde. Ik vind dat de heer Jans het zo goed gedaan heeft dat ik niks toe te voegen heb. Ik vergeet, het is aan de orde is de dorpspartij, de heer Kopmans. Geeft niks. Ja, wat er gebeurd is, het is gewoon uitvoering van regulier beleid geweest natuurlijk. En dat is niet om het goed te praten, maar zo is het wel. Het was gewoon beleid wat de raad goed heeft gekeurd in het kader van het bezuinigingsbeleid wat we door moesten voeren. En daarin zijn we misschien wel een stukje te ver doorgeschoten in onze drift om te bezuinigen. En hebben we gewoon te weinig gekeken naar een stukje leefbaarheid in onze kernen. En als raad hebben we dat ook ingezien. En ja, proberen we daar vanavond ook een recht te zetten. En ik denk, voorzitter, dat dat ook een voorbeeld is van ja, hoe een democratie ook behoort te werken natuurlijk. Natuurlijk is er veel commotie geweest over de slechte communicatie die er lag. Terecht. Ik denk zeker dat we hier verzuimd hebben om de bewoners in mee te nemen en te overleggen. En wat er stond te gebeuren. Want met het voorstel wat er nu ligt en ook het voorstel zoals het college er heeft liggen, of de procesgang, hebben wij er toch wel vertrouwen in dat het communicatietraject dadelijk beter gaat verlopen. Als voorbereiding op deze raad, en dat is hier net ook al over gerept, zijn er bewonersbijeenkomsten geweest. Ik zou graag van de wethouder weten waardoor de uitkomsten van zijn geweest. Verder is het natuurlijk wel zo, wat we gaan doen, we gaan wel een bezuiniging deels terugdraaien. Dus links of rechtsom, het kost geld en we zullen daar toch wel weer aan moeten geven waar we dat gaan halen natuurlijk. En ook maakt natuurlijk het kostenplaatje, maakt natuurlijk ook wel duidelijk dat we misschien niet altijd te snel, te ad hoc met een initiatiefvoorstel moeten komen. Want de financiële onderbouwing die we zelf als raad onder hebben gelegd, klapt natuurlijk van geen kanten. Of er nou 20, 44 of 60.000 euro is, maar er zit gewoon een groot geld tussen. En ja, daar moeten we ons als raad natuurlijk zelf aan rekenen. Het speelbeleid wordt nu geëvalueerd en ja, komt straks naar de vakantie terug, commissie en raad. En waarin naar ons inziens het speelbeleid in heeft gefaald en wat wel als doelstelling was opgenomen, was om flexibel om te gaan met speeltoestellen. Als voorbeeld neem ik een wipkip in een wijk waar heel kleine kinderen zitten. Die kleine kinderen worden groot. De bedoeling was om daar flexibel mee om te gaan en op een gegeven moment te zeggen, dan gaat die wipkip gaat dadelijk weer naar een andere wijk waar op dat moment weer kleine kinderen zitten. En volgens mij hebben we dat beleid, daar hebben we denk ik in gefaald, daar hebben we te weinig mee gedaan. Met de wipkip. En waar de dorpspartij ook altijd om gevraagd heeft en wat we hier dan ook doen, kijk toch eens ook naar die informele speelplekken. Creëer
plekken waar een klimboom, struiken om te verstoppen of een duiker, noem maar op. Maar dan kun je tegen relatief lage kosten kun je best weer realiseren. En denken wij dat je de kinderen ook meer prikkelt als bijvoorbeeld alleen maar een schommel waar je alleen maar in kunt schommelen. Een ander voordeel daarvan natuurlijk is ook nog een stukje lagere kosten. En dat is natuurlijk iets wat bij onze bewoners ook tussen de oren moet komen. Niet alles kan meer. Die tijd is ook geweest. Maar goed, bewoners begrijpen ook en hebben ook aangegeven dat ze gewoon mee willen participeren en meedenken en meewerken. Dus in zoverre denk ik dat het heel positief is. Ja, dus in zoverre zoals het initiatiefvoorstel al ligt, ja goed, we hebben er zelf al meegedaan, ondersteunen wij het. De vraag die hier net ook wel gesteld is, van ja goed, de 20.000 zou uit onvoorzien komen. Van ja, maar waarom komt dat niet gewoon uit het potje speeltoestellen? Want er zit volgens ons inzien, zit daar nog wel voldoende geld in. Dit in eerste instantie, voorzitter. Goed, ik begrijp dat de heer Giebels geen extra het woord wil. Dan is het in het geval eigenlijk de beantwoording aan de indieners. Maar ik heb begrepen en er zijn vragen aan het college gesteld. En ik wil graag de wethouder de kans geven om hier op in te gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, op zich hadden wij op 17 juni best wel in die zin een heftige commissie. Omdat ik toen al op een aantal punten in het initiatiefvoorstel ben ingegaan. Die verband hielden met de mate van realiteitszin. Om in ieder geval de wethouder in deze ook een opdracht te geven die ook uitvoerbaar is. Ik heb er ook met een van de indieners nadien nog een heel geanimeerd gesprek over gevoerd van bijna een uur. En het doet mij in ieder geval wel heel veel deugd dat die in ieder geval ook eigenstandig de complimenten heeft overgebracht en zojuist die herhaald heeft. Maar die vallen niet alleen deze wethouder te beurt, die vallen ook zeker de organisatie te beurt die inhoud gegeven heeft aan het proces en wel zeer adequaat in mijn ogen. En wel gelijk de volgende dag nadat de commissievergadering was gekomen, omdat mij meer dan duidelijk was wat de intentie van de commissie was. En in die zin zou ik eigenlijk het voorstel willen doen om het eigenlijk helemaal niet zozeer te gaan hebben over wat daar nou precies staat. Want volgens mij hebben wij met elkaar gewoon die intentie hartstikke goed voor ogen. Het zou een tweetrapsraket zijn. In eerste instantie wellicht een stuk reparatie op zeer korte termijn in overleg met buurten. Proberen de schade die we dan hebben aangericht in deze, om die te herstellen. Maar wel nadrukkelijk in overleg. En in tweede instantie, en dat hebt u ook in het procesvoorstel wat we hebben doen toekomen kunnen lezen, zo snel als mogelijk met elkaar te gaan praten over een eventueel nieuw beleid en de wijze waarop we dan wel graag zouden zien hoe dat het ingevuld is. Met daarbij gelijk ook, en dan kan ik een aantal vragen tackelen, nadrukkelijk ook de stem van Bakel, maar ook de stem van Gemert Bakel zou ik bijna zeggen, daarin meenemend. Natuurlijk is dat ook al wat langer beleid om daar vooral ook inwoners bij te betrekken. Dat brengt mij ertoe om toch klein aan te haken op het feit dat we wel degelijk gecommuniceerd hebben, maar dat ik daar al een aantal keer door het stof voor ben geweest. Want dat hebben wij niet op de juiste wijze gedaan in een aantal gevallen. Overigens, het rampscenario zoals de heer Falis wordt geschetst is ook bezijde de waarheid. Daar waar het over de financiën gaat, daar heb ik al aangegeven, ik zeg met heel veel respect voor de opdracht die u aan het college met het initiatiefvoorstel wil meegegeven. Die willen we volledig omarmen. Maar de onderbouwing leidt tot een andere financiële uitkomst dan die wij als college hebben berekend. Die eigenlijk simpel op het feit zit dat je te maken hebt met kwalificaties in toestellen die in dit geval voor de openbare ruimte toch een hogere kwaliteitsstandaard moeten hebben. Om niet weer snel met vervanging in aanmerking te moeten gaan komen of met heel duur onderhoud. Nou, u hebt dat voorstel kunnen zien. Wat zou kunnen betekenen dat, we hebben die dekking erbij gedaan, de post onvoorzien in deze, nog op €186.000 staand, daar inderdaad voldoende ruimte voor biedt. Maar ik vind dat wel volledig een afweging van uw raad om dat te doen. En daar waar het gaat over structurele, waar we overigens ook in de melding aan u melding van maken, om dat in ieder geval wel bij het nieuwe beleid dan ook mee te gaan nemen. Er wordt gevraagd ook naar hoe het proces tot nu toe heeft gegaan, of wat zijn eigenlijk de uitkomsten van de 3 bewonersavonden die deze week hebben plaatsgevonden. Ik zou dat wel graag ook met u misschien even kunnen delen, nadat we daar alle ins en outs op dit moment van hebben. Heel kort door de bocht moet ik zeggen dat we daar volgens mij, even zoals de heer Giebels ook afgelopen dinsdag heeft opgemerkt, positieve berichten van horen in ieder geval. Die ook eigenlijk het initiatiefvoorstel al op een aantal punten bijna inhalen. Als ik gewoon even het simpele voorbeeld van Bakel mag nemen, waarbij de wijk Neerakker ook zegt wij willen voor kwaliteit gaan boven snelheid. Dus daar waar het initiatiefvoorstel oproept om snel op een leegstaande kabel van de gemeente ter plaatse van een niet goedgekeurd toestel, wat ik nog niet mag verwijderen, om daar met de buurt een oplossing voor te zoeken, daar geeft de buurt nu nadrukkelijk aan, die oplossing die willen wij graag gelijk structureel zien. Ga alsjeblieft binnen de bloemenbuurt en
of tussen Bloemenbuurt en Neerakker, gelijk die locatie goed inrichten. Dan kan die ook blijven en dan nemen wij het voor lief dat dat deze zomer niet geregeld is. Maar wat ik u wel kan toezeggen, dat is ook een vraag, is dat op basis van de inspanning die we gelijk dus na die 15 juni zijn gaan doen, als u inderdaad ook vanavond goed groen licht geeft, we in de tweede week van september op een aantal, of in ieder geval kunnen starten met het plaatsen van de toestellen en dan wel conform datgene wat ook met de inwoners is afgestemd. Dus eigenlijk zou ik het in die zin pragmatisch willen inkleden. Ik heb u volgens mij heel goed begrepen. Ik hoor uit uw reacties dat u volgens mij die indruk hebt dat ik het goed begrepen heb. Dan zou wat mij betreft alleen inderdaad de keuze nog voorliggen om daar de middelen voor beschikbaar te stellen. Dank u. Bedankt. Goed, dan is het woord aan de indieners. Mag ik een kleine schorsing, meneer de voorzitter? 5 minuten. Ja. Goed, ik begrijp dat de schorsing voorbij is. Het woord aan de indieners. Dank u wel, voorzitter. De 60.000, 40.000, 20.000, alle bedragen vlogen over tafel. We hebben inmiddels een nieuw voorstel voor ons, die uit de post speeltoestellen gehaald moet worden. Mag lekker bij zeggen. Wij willen voorstellen om 44.000 daarvoor uit te trekken. Mag na evaluatie blijken dat het niet voldoende is, dan is er, kunt u terugkomen naar ons, de raad. En dan is er wellicht nog 20.000 uit de post onvoorzien te halen. Daarnaast is 15 september vinden we toch laat. Alleen we dagen u dus uit om het eerder te doen. Dan wel uiterlijk 15 september. Ik begrijp dat er een amendement is om 44.000 te dekken uit de post onvoorzien. En door midden 14... Voorzitter. Uit de speelvoorzieningen. Ja, die staat niet goed opgeschreven. Nou, hier staat het bedrag van 44.000 te dekken uit de post onvoorzien. Ja. Maar ik zeg, er staat niet goed opgeschreven. Er moet uit speelvoorzieningen. Dus moet... Oké. Dan passen we daar meteen... Nou, wat mij betreft, als iedereen het erover eens is dat uit speelvoorzieningen moet, dan heb ik er geen problemen mee. Oké. Dat kan niet. Nou, dan even kort aan de wethouder. Ja. Bij elkaar zou het ruim 60.000 euro kosten om alle maatregelen te kunnen treffen. Daarvan stelt het college voor in haar voorstel om daar ruim 40.000 te dekken uit de post onvoorzien en 20.500 uit de voorziening speeltoestellen. Die voorziening die bevat natuurlijk veel meer geld. Alleen er ligt een meerjaren plan onder om jaarlijks uit te geven aan het onderhoud en vervanging van speeltoestellen. De provincie eist van ons dat het budget wat wij hebben ten behoeve van die voorziening gedekt is middels een uitvoeringsprogramma. In dit geval dus het uitvoeringsprogramma op het gebied van spelen. Op het moment dat u nu een voorschot neemt op de jaarschijven zeg maar, waar het onderhoud zeg maar 2017-2018 bekostigd zou moeten worden, dan denk ik dat wij niet conform de regels van de provincie werken en u straks bij de vaststelling uiteindelijk straks misschien geen goedkeuring krijgen voor dit verhaal. Bedankt. Het woord is aan de indieners. Gezien de opmerking van de wethouder. Wat stelt u dan voor om het dan precies te doen? Als u dat even kunt omschrijven. In het voorstel waarvoor ligt is het post onvoorzien. Voorzitter, misschien kan ik enige helderheid brengen. Ik dacht dat het al helder was. Ik dacht dat de wethouder juist heel duidelijk was dat hij gewoon goed aangegeven heeft dat de verordening dat je 20.000 haalt voor de speelvoorziening die structureel zijn en dat er nou 44.000 toegevoegd wordt. Ja, maar even dan toch, we hebben natuurlijk nu de agendapunten omgedraaid. Agendapunt 17 is nu gekomen voor agendapunt 12. En bij agendapunt 12 beslist de raad, althans dat is het voorstel, om ruim 2 ton toe te voegen van het resultaat 2012 aan de reserve speeltoestellen. En voor de reserve speeltoestellen geldt een andere spelregels als voor een voorziening. Oftewel, volgens mij is er geld genoeg. Maar goed, dan lijkt mij toch beter gezien deze discussies, het is duidelijk het bedrag, daar is iedereen over eens. En laten we dan gewoon in september bij terugkomen op uit welk potje dit precies komt. Ik denk dat het... moet voorgelegd worden aan de provincie of ze akkoord zijn. Goed, ik begrijp dat het voorgelegd worden aan de provincie of ze akkoord zijn. Dan stel ik toch voor om het nou uit het post onvoorzien te doen. En mocht het anders zijn, dan we daar gewoon repareren. Kan iedereen het daar zich in vinden? Goed, is er nog beraadslaging nodig naar deze discussie? Nee, aan de gang.
Kan ik concluderen dat de hele raad unaniem dit voorstel steunt zoals het er nou ligt. Dan wil ik de indieners bedanken voor hun inzet en ze weer naar de plaats toesturen. Voorstel inclusief motie is dat. Huh? Voorstel inclusief motie. Ja, natuurlijk nog niet. Goed, bedankt Henk.